Wij staan hier in de vroege ochtend. En de fotocubussen die zijn onthuld zojuist. Mm-hmm. Deze fotocubussen die bieden jullie aan de gemeente Haaksbergen. Kun je uitleggen waarom? Nou, de fotogroep Haaksbergen vond het belangrijk om ook aandacht te besteden aan de 75 jaar bevrijding van Nederland. En aan het moment dat er in Haaksbergen een vergisbombardement plaatsvond. En daarom hebben wij als een van de thema's van onze toekomstige fotobiennale deze 75-jarige herdenking van de oorlog. En alle foto's die je hier ziet, de 8 foto's op deze 2 kubussen, die tonen dus iets dat te maken heeft met bevrijding, met oorlog of herdenking. Het is aan de andere kant ook wel weer dubbel. Het is natuurlijk bevrijding inderdaad van de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En het is een beetje het einde van de corona. Mm-hmm. Want deze foto's die hebben 2 jaar lang moeten wachten om opgehangen te kunnen worden, Gerard. Ja, dat is zo is dat. Wat moet ik er verder op zeggen? Dat is een beetje moeilijk, hè? Nou ja, ze hebben 2 jaar in opslag gezeten. Dus ook een beetje in corona, zoals wij allemaal minder konden in die tijd. En nu hebben ze ze uit de opslag gehaald, maar ze waren al geprint. En nu zijn ze dus geplaatst. Ja. En het is een beetje, een beetje vreemde tijd natuurlijk, met name de oorlog in Oekraïne. Ja. En ook daar zou je met deze foto's naar kunnen verwijzen. De herdenking of het denken aan de mensen die daar op dit moment in oorlog zijn, ja, en de slechte gevolgen daarvan ondervinden. Ja, ja, vreselijk. Dit is ook het startsein voor de fotobiennale 2022. Kun je eens uitleggen wat het allemaal precies inhoudt, die fotobiennale? Nou, de fotobiennale zijn we begonnen in 2014, tijdens het 40-jarig bestaan van de fotogroep. En de eerste biennales, de eerste 2 biennales, die hebben plaatsgevonden in het buitengebied, in ons mooie gebuitengebied van Haaksbergen. En wij vonden 4 jaar geleden dat we wel eens een keer het centrum van Haaksbergen in konden trekken met onze biennale. Dat hebben we toen nog gedaan. En in 2020 wilden we dat dus herhalen. Dat ging hierdoor vanwege corona. Nu dus in 2022... is onze biennale in het hart, in het dorpshart van Haaksbergen. En dat doen we dus om de 2 jaar. Ja, ja. Ja, het is altijd ontzettend mooi om te zien, al die foto's. Ik praat daar natuurlijk ook wel eens over met mensen. En dan vragen mensen aan mij van, goh, maar wat betekent eigenlijk een biennale? Gerard, kun jij dat uitleggen? Ja, dat is een totaalbeeld van foto's en dergelijke wat je kunt zien. Ja. Maar het woord biennale wil natuurlijk zeggen, want dat betekent het woord, dat het om de 2 jaar is. Hè? Een soort, zit het woord bi, 2 zit daarin. En dat is eigenlijk de betekenis daarvan. Okay. Ja. Fijn. Wat kunnen mensen überhaupt verwachten van deze fotobiennale 2022? De mensen die beginnen bijvoorbeeld bij het MBS en verder via het spoorstraat deze kant oplopen en doorlopen via de Rijzenburg naar de Kappen. Die kunnen onderweg zo'n 180 foto's in allerlei afmetingen bewonderen. Met verschillende thema's. Thema's als bijvoorbeeld het DNA van Haaksbergen. Twentse architectuur zit er ook bij in. Onze eigen foto van de maand wordt ergens gepresenteerd. Dus een variëteit aan foto's en aan thema's dit keer. Nou, hartstikke mooi, super. Nou, we wachten met spanning af. Mooi. Ja? Op 21 mei trouwens, dat willen we nog even. Op 21 mei vindt de opening plaats, zaterdag 21 mei. Waarschijnlijk hier op de markt. En dat wordt een groots gebeuren natuurlijk. Daar gaan we iets moois van maken, samen met de WAK. De Week van de Amateurkunst trouwens. Ja. Ja. Hartstikke goed, fijn. Zijn we er uiteraard weer bij. Dank jullie wel. Tot volgende keer.